Hello everyone. Today, we zien twee ploegen die er een gemakkelijke pot van weten te maken. Deze halve finale van de EA Sports Cup. De tweede helft is begonnen. Ja, dit is precies waar we voor naar het stadion zijn gekomen. Er wordt voor elke meter gevochten. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Korte bal over de grond. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Frenkie de Jong. Over de vleugel. Memphis. Aanval wordt afgestopt. Dit is oppassen geblazen. Niet verrassend dat hij daarvoor fluit. Hoekschop, bal gaat over de achterlijn. Komt de hoekschop in het midden. Hij kopt hem over. Oh ja, en dat scheelt helemaal niet veel. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder in plaats van over de lat. Frenkie de Jong. Davy Klaassen. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Weer ingeleverd. Voor het thuisteam staat een speler klaar om erin te komen. Nou, eens kijken of dat ook wat aan het wedstrijdbeeld gaat veranderen. Sterke actie en gelijk weer in de aanval. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ja, dat is er. Er is nog wel even te spelen, maar wat zeg je dan? Ze staan alvast met één voet in de finale. De fans geloven erin. Dat is duidelijk. Kijk maar. Ja, ze gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. Jongens, jongens, jongens. Wat een gekluns. Ja, je gaat toch niet op deze positie de bal kwijt? Je moet beter opletten. Bij de les blijven. Dit leidt uiteraard tot het tegenkomen. Van de bal afgezet. Nou, het thuisteam maakt zich klaar voor een wissel. Inderdaad, zie je het. De invaller staat al klaar en is al zo in worden gebracht. Sterk verdedigd, maar wel ten koste van een inborst. Hij speelde geweldig. De trainer besluit echter om hem te wisselen bij deze voorsprong. Wellicht, om hem wat extra rust te geven. Vraagteken. Paas over de zijkant van het veld. Davy Klaassen. Koekoek, hij is er voorbij. Wout Weghorst. Goed zijn lichaam ervoor gezet. Please make yourself known to the nearest steward. Thank you. Roman Zobny. En ze hebben de bal weer terug. Frenkie de Jong. Wout Weghorst. Dribbelt verder richting doel. De scheidsrechter legt hem op de stip. Wat? Zo mag die keeper proberen om een achterstand wat? Niet nog meer te laten oplopen. Heb ik getackled? Wat happened? Oh, hij wijst naar de stip. Dat vind ik een goede beslissing. Maar hij spaart hem toch een beetje. Tackle. Dat geeft slechts geel. Oh, they get a penalty kick for free? Oh my goodness. I'm gonna choose in a minute.
Hij verzaakt niet en verdient de strafschop. Dit is nou een perfect getrapte strafschop. De bal gaat laag in de hoek. En als je het zo doet, dan gaat hij er eigenlijk altijd in. Niets tegen te doen, voor de doelman. En we hebben nu een stand van 3-1. Matthijs de Ligt. Deun Koopmeiners. Nathan Aké. Tegenstander maakt jacht op Nathan Aké. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Kijk, Blok bij die voorzet. Midden voor het doel gegeven. De keeper pakte met alle gemak. Deun Koopmeiners. Bal bij Matthijs de Ligt. Denzel Dumfries. Nathan Aké. Weet die paas onder schep. Goed opgelet. Looks like they have zet verder door. Goed verdedigd. Goed verdedigd. Ja. Direct druk zetten. Dat werkt hier. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Wat is hij van plan? Hij stopt hem! Dus die speler scoort niet nog een keer. Sterk gekiept hoor. In het midden van de 16. Nee, hij komt helemaal verkeerd. Alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Goed. Ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Deun Koopmeiners. Op de klok zien we dat er nog 7 minuten te gaan is. Goed gezien, jongen. Goed geanticipeerd op die bal. Ja. En dat is de aansluitingstreffer. Net voor tijd wordt het toch nog spannend. Ja, dat mag je wel zeggen, hè. Rusland heeft gescoord. Dit is natuurlijk een belangrijk wapen. Een speler met zo'n paas in de benen. Hier een steekbal. En vervolgens kunnen ze met z'n tweeën zo op de doelman af. Die staat er helemaal alleen voor. Ja, dan is er geen redder meer aan natuurlijk. Hij kan niet voorkomen dat de bal in de hand krijgt. De bal terug en nu tempo maken. Hier blijft spannend op deze manier, dat is ook wel weer fijn. Oh god. En nu heeft de ruimte om te steken. Beter. Die waren het spel. De laatste 2 minuten van dit duel zijn ingegaan. Alexander Golovin. Oh, die tackle. Oranje aan de bal. Ze krijgen 3 minuten blessuretijd van de vierde officie. Met de bal aan de voet te uitbraak. Ze hadden een vogel die echt goed
heb een reden. Alleen de doelman dan voor zich. Kijk wat hij ermee doet. Laat in de wedstrijd doen. Daarmee de kans om hem te beslissen. Hij legt goed op en onderschept die pas. En dit is onpassen geblazen. Ook wel een keeper. Deze om het definitief af te maken. Dat ze vast. Oh man. Geen schande is om in de hand. De Netherlands. Deze fase van het Hollands Nugget. So now the Dutch win in 3-2. Hij speelt een werkelijk fenomenale wedstrijd. Twee doelpunten. De zee. Twee pogingen. Ik voel me ridders. They're going to the final. The Netherlands is going to the final with fighting with Russia. With England. Wow. They got. Anyway, thank you for watching and. Bye guys.